Komt een tram aan. Ik zou dan niet daar blijven staan, nee. Komt een tram aan, maar doen we blokkeren. Mam, ik zet het eventjes bij de stoel neer. Alsjeblieft. En u had ook een cadeautje voor ons. Doe ik het even zo. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag, zoals jullie wellicht al weten, zaterdag 11 december 2021. Het is nu 9:30 geweest. Ja. En ik ben al lekker druk bezig geweest, maar ik ga nog zometeen even lekker liggen op bed. Ik heb het koud. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Moet je dit ook nou zien liggen? Ook, hè? Hier, moet je zien liggen. Jullie zijn lief. Ja, jullie, ja. Moet eens kijken hoe lief dit is. Ja. Jullie zijn gewoon lief. Echt wel. Blokkeren. Gewoon lekker doorrijden. Doe maar, jij ook. Komt een tram aan. Zou dan niet daar blijven staan, nee. Komt een tram aan, maar doen we blokkeren. Goed zo. Door. En dan durft hij ook nog te over te steken. Ding. Helemaal goed. Wauw, Jezus. Moet wegwezen. Hé, doei. Oh, wauw. Godverdorie, is dat handig? Kruisingen blokkeren? Nee, ik denk niet. Vooral niet als het spoor is. Ja, je mag. Kun je het beter aan die andere kant neerzetten gelijk, schat? Ja, dat komt er. Ja, we zitten in de auto. Ja, we gaan even snel naar mama toe, want mama heeft helaas ook COVID te pakken. Yep. Gistermiddag had ik haar nog via de WhatsApp. En toen zei ze, nee hoor, er is niks aan de hand. Ik denk, nou, maar denk het wel. Mijn gevoel is uitgekomen. Want ze heeft inderdaad COVID, want gisteravond heeft ze nog een keer een sneltest gedaan. En een zelftest. Sneltest, zelftest. En dat bleek dus uit en dat ze dus wel COVID heeft. En ze heeft dus vandaag om 1 uur is ze bij de GGD geweest. Dus we, nou ja, daar komt het ook waarschijnlijk uit. En dat ze dus positief is. Dus dat is eigenlijk negatief voor haar. Om het zo maar te zeggen. Ja, wat? Want mama die gaat dan weer bellen. Ja, maar en er staat positief en dan mag ik dan naar buiten. Nee. Maar we hebben ook nog even een eindjaarsborrel, maar dan ga ik niet vloggen. Maar ik denk, nou, ik ga nu even vloggen, want dan is Rode er ook weer even gezellig op ijs gaat. Nee, maar Rode vindt autorijden belangrijk, dus ja, hè, jullie, ja, dan praat Ro ook niet, zeg maar. Nee, dus we gaan zo meteen weer even muziek aan knallen, want Rode schokt net. Van de muziek, is ook leuk, is handig. Leuk, leuk, Mion. Is leuk, Mion. Was wel. Heb jij ook nog wat leuks te vertellen? Nee. Niet? Saai. Nou, ik even niet. Saai leven heb jij dan, zeg? Hoe sluit je vlog af? Bij deze de vlog gesloten of zo? Nee. Vind je deze vlog dan niet leuk? Doe vooral geen duimpje omhoog. Ook niet omlaag. Kijk lekker een andere vlog. Nee. Vergeet niet het abonneerknopje weer uit te zetten. En laat ook geen commentaar achter, want dan weten we niet dat je het niet leuk vindt. Nee, precies. Maar zover ben ik nog niet, hoor. Ja. En met de vlog. Nee. Ja. Dus, hoort er wel dat. Nee, maar zover ben ik nog niet. Nee, maar ben ik weer. Ja, nog. En dat nog niet eens. Ah, ik zie wat. Ja! Waar ben je? Ja. Ja, dit vind ik altijd satisfying mooi. Heel gaaf.
wat snap ik niet. Er staat hier 70. Rodi rijdt hier netjes 71. Dus dat is 70. En dan gaan er nog mensen serieus aan deze kant inhalen. Heel handig. Kijk, en er is dus iemand die dus pech had. Ook een handige. Kijk, en nou mogen we 100. Jee. Bijna bij het tweede dorpje vanaf uit Alkmaar naar Den Helder toe. Ja, en we krijgen alleen maar weer verkeer tegen ons. Ja, nou niet tegen ons, ja. Maar tegen ons. Tegenliggers. Tegen ons. Ja hoor, hoe mijn. Handig. Kijk, en daar hebben we een mooi molentje. Kijk, en daar hebben we nog een mooi vrachtwaggeltje. Een mooie Scania, zeg maar. Dus ja. Ik heb mama ook al gezegd van, ik ga eerst even naar mijn oudjaarsborrel. En daarna gaan we even naar mama toe om even de spullen te brengen. En ja mensen, dan vlog ik ook gewoon. Dus, maar we komen niet binnen. Nee. Is niet handig als iemand corona heeft, hè schat? Nee. Want? Ja. Opdrinken. Ja, ja. Opdrinken. Ik sport niet helemaal met je opdrinken. Maar waarom? Ja, voor wat? Vertel. Voor de coronavirus. Oh. Die houdt daar niet op. Met 70, hè? En mag hierop afstormen, hè? Kijk, hè, dit vind ik ook altijd zo leuk, hè, dit hier. Alleen dan moet je het wel kunnen zien, kijk, hier. Al die mooie verlichting. Met de kerst, ja. Dat vind ik altijd zo mooi. Dus, ja. Zit er gewoon weer gezellig in de auto, lekker naar de auto. Ja, gezellig. Toch, schat? Vast. Vast wel. Maar alleen maar met kerst versierd, gaan we niet gewoon het hele jaar blijven. Dat nou, dat en dat zei ik ook al tegen Lau. Van, hè, van nog even en ik laat mijn kerstboom gewoon het hele jaar staan. Ja, waarom niet? Met paasballen erin. Ja. Paas, ja, precies. Precies, en dan van even die leuke kuikentjes erin. Ja, een paasboom. Met Halloween daar vleermuisjes erin. Ja, waarom niet? Is toch leuk? Lekjes erbij. Ja, en het is ook gewoon gezellig, weet je? Ja, alleen ik moet nog even weten hoe ik dus die andere verlichting aan het balkon moet vastmaken. Met een stroomtoevoer. Maar, ja, maar, en maar qua stroomtoevoer, schat. Nee, daar moet een kamertje. Ja. Een raampje. Een keukenraampje, ja, maar daar moet ik even mee kijken van hoe en wat. Maar dat komt wel goed. Want buitenstopcontact aan laten reffen. Ja, maar dan moet ik weer via Ries doen. Ja, dus. Ries kan altijd alles. Ja. Maar hij heeft me momenteel druk met zijn werk. Dus ja, jullie zien ons straks wel bij mama. Zo, we gaan deze meenemen. Wil je deze pakken, schat? Thank you. Yes. Liep. Zo, hou ik hem wel even bij me. Zo. Kinders!
Nee. Laag jij, madame, dame. Nee, laag. 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 Nou, dat is dus Rijka. En dat, dit is Elwing. En dat is mijn moeder, maar die ken je al. Mam, ik zet het eventjes bij de stoel neer. Ja, sorry. Ik heb even flits aan. Ik zet het even bij de stoel neer. Alsjeblieft. En u had ook een cadeautje voor ons. Doe ik het even zo. Wat is dit irritant ook, hè? Dan doe ik het zo. Goed zo? Zo, ja. Ja? Nou, als u nou die tas pakt. Ja, maar... Ja, maar eerst even die tas. Duh. Neem maar mee. Ja. Helemaal top. En de cadeautjes die daarin zitten, die mogen daaronder. Die mag u pas openmaken als het kerst is. Oké, dat komt goed. Moet ik deze ook dan onder onze boom doen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Nou, en deze dame die kent u, maar ik heb gezegd dat ik haar niet op de vlog doe. Dus. Nou, we zijn weer even ongeveer een half uurtje thuis. Rodi komt zo weer aan met de honden binnen. Ik heb ook hier een hele mooie grote kerstpakket. Ik heb hier kerstkaarten. Ik wil eigenlijk deze kerstpakket samen openen met Ro. Ja, gezellig. En dan misschien dat Ro even kan filmen, ook goed. Helemaal top. En deze wil ik ook heel graag even openmaken. Dus ja. Gezellig. Mm-hmm. Nou, wat ik al zei, we hebben hier een mooi kerstpakketje. Dus ik ga hem even openen. Ro die filmt. Hey, hoe toevallig. Kijk maar in de spiegel. Kijk, Ro en Ro die filmt. Kijk maar in de spiegel. Hey. Ja, daar is hij. Joepie de boepie. Yay. Goed dichtgemaakt. Zo. Wat zou erin zitten? Wie waar? Zonban. Kietje. Mijn vriendjes. Zit er al in voor spullen? Zonban. Even die even daar naartoe. Er zit hier een heel mooi... Haar maskertje. Oké. Lekker rond. Dan zit er hier een mooie wijnglas in. Oké. Helemaal top. Die moet even voorzichtig. Die gaat even daar naartoe. Dan hebben we hier een mooie pen. Een pen. Oké, dat is een andere pen. Een mooie glitterpen. Die moet even ook weer daarbij. Ja. Dan hebben we hier mooie nagelstickertjes. Nagelstickertjes? Oh, oké. Okay. Oeh, kijk. Dit is lekker. Lekker voor oud en nieuw. Flesje. Een mooi flesje. Die ga ik ook weer even veilig daar neerzetten. Top. Dan hebben we hier een heel mooi... Oké. Okay. Dingetje. Die gaat mooi op tafel. Oké. Okay. Mooi. Geurkaarsje. Geurkaarsje. Oké. Okay. Dus die eventjes veilig daar neerzetten. En voor oorbellen. Oorbelletjes, ja. Ook leuk. Top. Top, ja. top. Dan, wat hebben we hier? Een zwaantje. En voor thee of zo. Ja, voor thee. Een theezwaan. Ja, die is leuk. Eens kijken. Ja, straks. Oké, oké. Niet nu. Jammer. Dan hebben we hier... Voor in je kledingkast te hangen. Dat gaat lekker ruiken. Een geurdingetje. Ja, een geurdingetje. Welke smaak? Jasmijn. Jasmijn, oké. Okay. Dan hebben we hier een paar mooie kerstballetjes. Ja, een paar. Inleggen. Dan hebben we hier lekkere gevulde snacksballetjes. Oh, die mag ik wel hebben. Dan hebben we hier nog
amaretkoekjes, biscuit. Oké. Ook lekker. Dan hebben we hier ossensustaatsoep. Oké. Dan hebben we nog... thee. Ja, thee inderdaad. Wat voor thee? Cinnamon orange Christmas tea. Oké, kaneel, sinaasappel, kersttee. Ja, zoiets. Is dit... een knuppel om mee om mijn kop te staan. Nee. Even. Dit is iets met geurstokjes volgens mij. Oké. Ja, hele grote geurstokken. Hé! Het daar maar gebeuren. Een rode dakduivel. Normaal doen! Spinny! Ik meen het! Moet je die rode in de gaten houden? Nee. Die kan wel eens vervelend doen. Dus, dit is dus een hele lange geur. Geurstok, staaf. Staaf. Het gepakt. Ja. Het zit lekker vast, zeg maar. Zo, dan maak ik hem. Oh, hij ruikt wel heel lekker. Dan ruikt het mee. Mag jij zelf even ruiken? Een parfumig iets. Ja. Geen idee waar het naar ruikt. Daar moet ik nog even achter zien te komen. Ja, ik zou zeggen dat ik ga dat eventjes later helemaal uitpakken en aan jullie laten zien. Helemaal goed. Even die even door weer. Dan hebben we opa en oma weten alles. Dat is handig. Scheurkalender. Leuk voor in de wc. Een leuke fotoalbum. Aha. Is ook leuk. Dat foto's uitprinten om erin te doen. En hier. Oeh, een mooi juwelenkistje. Dat weet je nooit. Ja, dat is een juwelenkistje. Dat weet je nooit. Kijk, een hele mooie geldkistje. Ook leuk. Een geldkistje, maar er zit niks in. Dat is wel jammer. Je zelf erin doen. En dan, wat we dan ook nog hebben. Oeh. Een hele mooie peel of mask. Dus een masker. Een afdrukmasker. Dus, en dan hebben we hier nog een hele lekkere. Oh. Dat is wel in jouw besteed, ja. Oh, lekker. Doe hem eens om. Zou ik zeggen. Oh, die is helemaal lekker, ja. Staat je goed. Dit is lekker. Lekker. Tot hoever gaat hij? Ja, ik krijg er nog. Het is bijna een badjas, zeg maar. Bijna wel. Ja, dan, en dan moet je hem zo doen. Zo. Oh ja, badhanddoek. Zo kan het ook. Ja. Lang genoeg. Precies. Maar lekker warm. Ja. Dus. Zo. Ik ga deze gezellig weer met jullie openmaken. Ik heb een donkerbruin vermoeden wat het is. Ik mag hem niet vouwen. Dus we gaan het meemaken wat het is. Zo. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het zelfs eng om hem eigenlijk open te maken. Ik vind hem echt eng. Ja. Zo. Zo. Er was laatst iemand jarig. Ja. En toen kon je dus iets gratis via het internet aanvragen. En dat heeft deze dame dus ook gedaan. Het gaat dus om de prinsessen van Oranje. Hoe toevallig. Oké, leuk. Ja. En heb je hier dus ook Charles nog wat. Ik laat even Ro wat zien. Charles Dickens? Ja. En heb je hier dus een hele ding hoe je iets dus namelijk op... opberginstructies klemstroken. Ja. Dan heb je dus heel wat, denk ik, van hoe het dus hier tussen moet. Hé, hey, Lofli, ga kom eens hier. Kom, Lof, kom eens hier.
Ja, want je gaat namelijk krabben en tegen die deur aan. Zitten. 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 Eén. Zitten. Goed zo. Dus ik ga dit ook even zo meteen bekijken samen met Ro. Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog gezellig met jullie ga afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Later. Doei doei.